ben Ineke Arons, kunsthandelaar in Bergen. Deze keer ga ik je vertellen over de Ets van Hans van Dranen. Twee slakken ontmoeten elkaar. Deze Ets heeft hij gemaakt in de periode 1969-71. Dat is eigenlijk zijn futuristische periode. Daar gaat hij de komende 4-5 jaar mee door in al zijn etsen. Dit is ook het begin van die hele periode. Je ziet de windmolens, de mensen, de poppetjes, de vogeltjes, de beesten. Ieder hoekje, iedere vierkante centimeter beleef je iets. Dit is de grootste ets van Hans van Dranen die ik gezien heb. Misschien wel een van zijn beste etsen. Toch wil ik jullie wel vertellen waar je de twee slakken kunt vinden. Als je onderin rechts van de ets kijkt, dan zie je hier de twee slakjes die elkaar ontmoeten. Heerlijk om naar te kijken.